Per dag raken zo'n 7200 vliegtuigwielen de landingsbanen van Schiphol. Een groot aantal van deze wielen wordt vervangen en onderhouden op de luchthaven. De KLM Wheels & Brake Shop onderhoudt per jaar ongeveer 11.000 wielen. Welkom bij de Wheels & Brake Shops van de KLM. Volg mij. Hier is het beginproces van de wielen. Hier komen ze binnen. De wielen verslijten natuurlijk tijdens de landingen. Je moet je voorstellen dat zo'n vliegtuig kan 200.000, 300.000 kilo zwaar zijn. Nou, in het meeste geval bij de Boeing 747 zitten er 18 wielen onder. Dat moet het hele gewicht en die snelheid in één keer op de landingsbaan kwijt kunnen. Dus de impact is gigantisch groot. Een 747 vliegt hele lange afstanden. Dus die maakt één landing in de 24 uur, misschien twee. Maar een 737'tje die dagelijks op Londen heen en weer vliegt, die maakt er misschien wel 8 of 9. Dus dat tijdbestek is kort. En van de 747, nou, die kan misschien wel 3 maanden met hetzelfde band vliegen. Dit wiel is zojuist van het vliegtuig gekomen. Deze meneer is een specialist die gaat bepalen wat voor route dit wiel gaat volgen. En dan kan het wiel meteen shopping. Sinds een jaar of 3 gebruiken wij kooien. Zo'n wiel is 200 kilo. Als het omvalt, ja, dan kunnen er gewoon vreselijke ongelukken gebeuren. Er zit stikstof in. Het voordeel van stikstof is, het kan boven min 50 zijn, het kan beneden plus 40 zijn. Stikstof die reageert er minder op als lucht. De lagers worden uit het wiel gehaald, gewassen, geïnspecteerd en dan van een nieuw laagje vet voorzien. De band is zojuist afgeklapt, die is dus dichter naar het midden van de velghelft gebracht. Hij gaat nu de bout- en moerenverbinding losmaken en dan gaan de twee helften gaan uit elkaar getrokken worden. De twee velghelften zijn van elkaar losgehaald, de band is er tussenuit. Ze gaan nu een wasmachine in, de band gaat richting Michelin, die wordt weggevoerd. Het leuke van de wasmachines is, die staan aangesloten op een milieucentrum. De KLM voert zijn eigen vuil water af, maakt het zelf schoon en recycelt het weer. Na de wasbeurt worden de wielen, bouten en moeren met meetapparatuur op eventuele scheuren gecontroleerd. Om helemaal zeker te zijn, wordt er daarna ook nog een visuele check gedaan. De laatste velg heeft net een visuele check gehad. Die is goed bevonden. Die staat nu hier voor het stukje montage, want nou moet er natuurlijk een band omheen. Je ziet dat de nieuwe band wordt er nu omheen geschoven. Het zaakje wordt straks gekanteld. De andere velghelft komt er overheen. En dan is het zaak dat alles keurig niks afgetorkt wordt met de juiste waarde, de juiste bout- en moerspanning krijgt. Het laatste stukje van het proces gaat nu stikstof in en daarna gaat hij nog 12 uur op de rustplaats staan en dan gaat hij morgen afgeleverd worden. De wielen worden door een grondwerktuigkundige aan het landingsgestel gemonteerd en na een laatste check is het toestel weer klaar voor take-off.